beste mensen, hartelijk welkom voor de jaarlijkse dodenherdenking. Het is nu alweer 3 jaar geleden dat we zo in zo'n grote getale hier bij elkaar waren. Een bijzonder woord van welkom voor Jacco Rodemond van de gemeente Hardenberg en wethouder Leo Bommers van de gemeente Ommen. En natuurlijk de kinderen van de Regenboogschool en de Broederband. 2 jaar geleden, 75 jaar, hadden wij van alles in petto voor de herdenking. Er was ook een concert samen met de Broederband. Er zijn bordjes gemaakt, die zijn geplaatst daar en bij het andere monument ook. En er zou een boek geschreven worden. Het boek is wel geschreven, maar de schrijver, de heer Schuurman, ligt in het ziekenhuis. Voor een operatie, dus dat kan vandaag ook niet doorgaan, maar het komt er wel. We zijn bij elkaar om de mensen te herdenken die gestreden hebben voor onze vrijheid en dit met hun leven hebben betaald. Ook gedenken wij de mensen die het leven hebben gelaten tijdens de missie van het Nederlands leger in VN-verband. Na 77 jaar vrijheid is er weer een grote oorlog uitgebroken in Europa. Poetin. Sommigen noemen hem Poetler, verwijzing naar Hitler. Die denkt dat hij de nazi's nog weer op moet ruimen in Oekraïne. Een zinloze oorlog en waar natuurlijk ook een heleboel slachtoffers vallen. Het zijn hele moedige mensen, de Oekraïners, voor de verdediging van hun vaderland. Ook deze mensen herdenken wij. Bij de meeste herdenkingen worden de namen van de mensen genoemd die op het monument staan. Deze namen zijn K. Ruibers, H. De Lange, G.W. Nijboer, Geert Oosterveen, P.H. Wolvert, W. Oort, M. Grendelman en J.H. Schippers. Het verder programma gaat als volgt verder. Er zijn 2 kinderen, Annette, Anne van der Veen en Demi Braakman, zullen een gedicht voordragen. Vrede. Vrede dat is liefheid voor elkaar. Vrede dat is leven zonder gevaar. Vrede dat is in vrijheid leven. Vrede dat is niet te hoeven beven. Oorlog, dat is een ander haten. Oorlog, dat is niet met elkaar praten. Oorlog, dat is niet anders dan lijden. Oorlog, dat is mensen van elkaar scheiden. Vrede, zo zou het moeten zijn. Vrede, dat is pas fijn. Vrede, dat is met elkaar leven. Vrede, dat is om elkaar geven. Dankjewel, Anne en Demi. Nu gaat de Broederband voor ons spelen. Eerst wilt Heden nu treden. En vlak voor 8 uur wordt de tap toegespeeld. Daarna krijgen we 2 minuten stilte. En na de 2 minuten stilte gaan we kransen leggen. Thank you.
En namens 4W-comité Martin de Bruin en Wim Ramer. Dit was het dan bijna weer. Broederman zal nu afsluiten met 2 coupletten van het Wilhelmus. In ieder hartelijk bedankt voor de opkomst en voor het aanwezig zijn en hopelijk tot volgend jaar. En of er dan dat boek gepresenteerd wordt of tussentijds, dat moeten we nog even zien. Bedankt en wel thuis. Thank you.